Eduardo Chozas, de Spanjaard, en Massimo Girotto, de Italiaan. Ze zijn weggegaan aan de voet van de Côte de Rousse. Toen net een kopgroep met Frans Maas, waar ik later op terugkwam, was ingelopen. Chozas en Girotto hebben een voorsprong van ongeveer 1 minuut. Hier zijn ze. De twee hebben al een staat van dienst in de Tour de France. Girotto won op Luz Ardiden. En Chozas heeft ook al via twee soli etappezegers behaald. Hier de achtervolgers met Holm, die u herkend heeft. Dan Alonso. Dit is Alonso, ploegmaat van Delgado. Dan hebben we Rominger, Tony Rominger, een Zwitser natuurlijk. Aankomst in Genève, wat wilt u meer? Daar met 99 is Urrea, een Spanjaard. Dan zijn er verder nog bij Pascal Simon, die daar fietst. En hier 99, die heb ik al genoemd, Urrea. Vargas is erbij en Bago. Dat is de man die u hier op de rug ziet denken. En Louvio in beeld, die het dus solo probeert vanuit het peloton. En de afdaling is nogal vrij lang. Nadat we de Col de la Fossile gepasseerd hebben op 52 kilometer van de aankomst, zijn we nu aan die lange afdaling bezig. De weg loopt goed. En Girotto neemt enige afstand. Ja, hier kan je mooi vaart maken. Brede weg. 40 seconden voorsprong op de achtervolgende 7, het groepje Hol. En het zij herhaalt op ruim 2 minuten het peloton. Met daartussen dus nog de Franse kampioen Loubio. En daar het peloton, lang uitgerekt door die haarsvelbochten. Prachtig gezicht. Prachtig gezicht. Deze twee zijn overgebleven van een grotere kopgroep van 20 man die na 115 kilometer er vandoor ging. Daarbij behoorden Cornier, Leblanc, Ries, Gorospe, Lukin, Rudy Damens, Jot van Aert, onze landgenoot. Chozas dus, een van de twee koplopers, Gus Meroli, Lino, Adrie van der Spoel, Robbeek, Richard, Bruineel, Müller, Da Silva en Girotto, de tweede man die is overgebleven, Frans Maassen en Conti. Poels, Twan Poels reed er ook even in mee, maar werd gelost. En het was vooral interessant, omdat Frans Maassen tot die vluchtgroep behoorde. U weet, hij staat in het klassement op 1 minuut en 16 seconden van Bauer. En je kon dat een pogingje noemen van Maassen om te proberen de gele trui te pakken. Maar omdat Maassen daarin reed, was het peloton direct geactiveerd onder leiding van de ploeg van Bauer. Kwam het peloton terug en de twee, Chozas en Girotto, demareerden onmiddellijk toen het peloton verscheen en rijden nog altijd op kop. Terug bij Louvio. De man die dus op 10e plaats rijdt op dit moment. Hij heeft een achterstand van 2 minuten op deze twee man. Bij het peloton is het rustig. Al die mannen die voorop rijden betekenen geen gevaar voor de gele trui van Steve Bauer. Dalens. Le Mans is voorin te zien. Met Paul Hagedorn. Met Colotti. Le Mans praat altijd met iedereen en alles voorin. Rudy Dalens is een oud ploegmaat. Polleke Hagedoorn daar. En een van die mannen zonder kopman. Pignon zit alweer een aantal dagen thuis. Nee, hij is niet thuis, hoorde ik vanochtend aan het vertrek. Daar probeert men hem wel steeds te bellen. Iedere radio, televisiestation, iedere krant in Frankrijk wil de primeur hebben om met Pignon te praten. Maar de verwachting is dat hij naar een vriend in België is vertrokken, waar hij rustig 's middags naar televisie zitten kijken. Hij heeft overigens geen woord gezegd tegen welke persvolger dan ook, naar vanuit dat er nog geen woord. Zelfs niet tegen zijn vrouw. En zijn vrouw volgt voor een krant uit Parijs, dit zijn de verschillen, toch deze ronde van Frankrijk. 1.10, 1.45, 2.10. We gaan de grens passeren. Dit zijn de laatste meters
Frankrijk voor vandaag. En de heren rijden nu in Zwitserland. Wat krijgen we hier? We krijgen mensen die ontvlucht zijn. We krijgen Jogi Müller, de Zwitser. Uit het peloton, ja, het was te verwachten dat Müller kwam. Zij het u er al bij, een Zwitser. Valt mee dat we Pascal Richard niet gezien hebben of Guido Winterberg. Hoewel dat Duits-Zwitsers zijn. Ja, daar komt nu toch wel een beweging in het geheel. Vanuit het peloton gaat men toch nu krachtiger reageren. Daar is Louviot, die gaat nu de tunnel in. De 7. Louviot is bijgehaald door Müller en door... Nou, laat hem even goed zien. Aan de pret te zien was het Phil Anderson. Ja. Müller, Phil Anderson, Louviot. Dus voor het eerst dat Jorrit Müller wat doet voor de ploeg. Hij is overgekomen van de ploeg van Gispers. En heeft een heel matig voorseizoen gehad, veel ziek. Maar misschien kan hij vandaag iets doen, voor het goede geld. Dan net dus Louviot op 45 seconden, dus de kans dat het drietal, de groep van 7... kan achterhalen is aanwezig. De 2. Nog altijd voortreffelijk samenwerkend. Hoofdknikje even van Kyoto. Zoiets van, gaan we nog door? Ja, we gaan door. Ja, ze zijn vertrokken naar 115 kilometer. Zou zonde zijn als ze nu ermee stoppen. De 7. Vargas aan de leiding. Kleine klimmer die we in de Alpen nog wel terug zullen zien en zeker in de Pyreneeën. Tony Rominger neemt over, dan gaat die Urea langs en nu draait het even goed rond. Het is voor het eerst dat de renners van Kees Priem zich echt aan den volke vertonen. Want tot nog toe zijn ze matig bezig geweest. De andere drie ploegen van Nederlandse origine hebben hun etappes gewonnen, u weet het. 3 voor Jan Raas, 2 voor Post, als ze de ploegentijdrit meetellen. En 1 via Alcala voor de ploeg gisters. En nu zijn zij aan de beurt. Overigens een mooie score. 6 van de 9 mogelijkheden hebben tot nu toe geleid tot een overwinning voor een renner uit een Nederlandse sponsorploeg. Dat is 75%. Waarbij dus niet gezegd dat het Nederlandse overwinningen waren. Want u weet dat met name de ploeg van Post en die van Gisbers, dat dat een soort van multinational is geworden. Bij Gisbers rijden 5 nationaliteiten, bij Post rijden 2 Nederlanders. Rooks en Van Poppel, die dan ook samen de kamer delen. Maar die ploeg is wat kleiner, die is nog 7 man groot. De ploeg Z heeft zich aan de kop van het peloton gemeld. Dat zijn de ploeggenoten van Greg LeMond die in 5e positie zit. Dat betekent dat LeMond maar eens vaart wil maken. En hij krijgt wat hulp van jongens van de ploeg van Buño zo te zien. Buño zelf zit in het wiel van LeMond. Daar zijn Jérôme Simon en Atle Kwalsvol van vroeger bezig. Ja, Pasek blijft nog altijd goed staan in het algemeen klassement. En LeMond weet dat hier komt. Een doorkijkje naar Kyoto.
via hun tweede ploegleiderswagen. We zijn nog altijd met twee mannen aan de leiding. Een Italiaan en een Spanjaard. Daarachter een groep van 7. Daarachter een groep van 3. En dan het peloton. Geen Nederlanders voorin te vinden vandaag. Loubiot. Phil Anderson en Müller. We zijn dus doorgeschoven. Een mooie, kijk nu, kijkt Anderson even om en die zegt hupsee. En Müller gaat door. 10 man erachter dus. 2 man voorop, 10 man peloton. Want dan hier komt Akkerman en dat is ook een Zwitser. Le Mans nog altijd vrij vooraan. Daar is het veiligste. Daar is de gele trui. Toch al 9 dagen. Die roept. Hij wil mensen om zich heen hebben. 9 dagen. En nog altijd een comfortabele voorsprong. Als we even Ponsec, Chiappucci en Maassen vergeten. Van 7 minuten 19 op Alcala. Als eerste hemelbestormer. Akkerman. Nee, hij is afgelost. Door Goossens. U ziet het verschil. 1 minuut 35 en 2:30 op het peloton. 1:35. Dan wil ik graag weten hoeveel we nog te rijden hebben. Dat staat hier. 20 kilometer. Ja. Dan zouden de twee het nog wel eens benauwd kunnen krijgen. Maar hier zit niet al te veel vaart meer in. Nee, maar daar gaan ze alweer. En daar is Anderson komt bij een auto gegaan om te kijken van wat er gebeuren moet. Josas Kirotto nog altijd aan de leiding. Dit is Müller. Die gaat niet achter de man aan die daar weg is gegaan. Phil Anderson? Ja. Dat is vrij logisch. Als Müller het dan niet komt, dan maar deze man. De kopman, de aangewezen kopman van de ploeg van Kees Priem. Een man met wie hij nogal over hoop heeft gelegen afgelopen seizoen. Er was zelfs sprake van dat hij zonder de Australiër naar de Ronde van Frankrijk zou gaan. Er was zelfs sprake van dat Anderson van ploeg zou veranderen voor de Ronde van Frankrijk. Maar op een of andere manier zijn ze toch weer tot elkaar gekomen. Het verschil is inmiddels opgelopen tot 1 minuut en 26 seconden. 1:26 dus toen Anderson de tunnel indook. Maar die Anderson, dat blijft een, hoe moet ik zeggen, een wispelturig renner. Heeft een etappetje gewonnen in de Ronde van Italië. Ja, maar dat is precies wat jij zegt, etappetje. Voor een man die echt kapitalen betaalt, verwacht je in grote wedstrijden, verwacht je toch meer. En ik denk ook dat Priem dat zo langzamerhand inziet. En de Australiër is bezig met iets wat wij toch karakteristiek van hem kunnen noemen. We zijn vooraan het peloton met Atle Kwalsvol en met Peter Roes, Le Monde. Kelly is voorin. En Laven. En de man op wie Frankrijk sinds zaterdag hoopt, Ronan Ponsec, na zijn voortreffelijke tijdrit, de beste in zijn carrière. Early. Dit is het groepje Alonso. Dat terugkomt op Phil Anderson. Kijk, dat wil ik dus nu aangeven. Dat is nou typerend voor Anderson. Dan vergooit hij al zijn krachten op 18 kilometer voor de finish. Wat denkt hij daar nou mee te bereiken? Dan rijdt hij dus het snot voor zijn ogen. En wat is de winst? Niks. Loubiot aan het elastiek. Te weinig macht. Ja, dat hebben we zo vaak in de grote ronde van hem gezien. 15 kilometer nog. voor de 2. Josas neemt over. Het is bijna traditie dat deze twee er een keer tussen doorgaan. Er van doorgaan. Bauer trekt even flink door omdat 3 man licht afstand hebben genomen. Waaronder 1 man van de ploeg Raas. En dat zou Maassen geweest kunnen zijn. Maar deze is niet bang om gaatjes dicht te rijden. Nee. Even als er iemand van zet. En we gaan nog verder naar voren. Kijk, het breekt daar een beetje van voor, hè.
Ja, dat doet Bauer zelf. Ik heb het idee dat het beste van zijn ploeggenoten er inmiddels af is, na die eerste week. Want hij is hier niet meer veel van voren. Dus moet hij veel zelf doen. De twee koplopers. Nog altijd, Josas Kiroto. Dag, de volgende groep. Dat ook. Is ook een zooitje ongeregeld. Het kan de redding zijn voor de twee koplopers. Ja. Dat hier getemareerd wordt en niet tempo wordt gereden. En hier wordt wel tempo gereden in het peloton. Duclo, Laven, Volpi, Buño. De finish is hier vlakbij het meer. En Louvion gaat demareren. Müller mee. Rominger kijkt om. Alonso volgt. En zo komt het er weer bij elkaar. Louvio, Müller, gaatje. Holmgat. Die heeft iets in zich van altijd maar willen rijden. Nou kan het serieus worden. Buitenwijk Genève. Moet eens kijken hoe die Holmhard is doorgegaan. Ja. Die is zo op Müller gekomen en komt nu bij Louvio uit. Dus Louvio, Holm en Müller in de achtervolging op de twee. De anderen komen terug. En meteen weer een demarrage. Peloton met Laven. En die gaat. Christophe Laven. Veldrijder, een van die mannen die min of meer bevrijd is, omdat Vignon is uitgestapt. In de Argentijn-etappe op weg naar Nantes dacht hij te winnen. Weet u nog dat hij zijn armen hoog stak toen hij net voor het peloton aankwam? Dus de achtervolgende groep is gepakt door het peloton. Dat is een mooi moment voor Laven. Die zou waarschijnlijk door meteen over willen gaan. Als die die macht heeft. Dus we hebben nu twee man aan de leiding en vier man erachteraan. En wat wel opvallend is, Jean, geen Nederlander in beeld gehad vandaag. Nee. Naar het peloton, waar vaart gemaakt wordt door een ploeggenoot van Baffi. Voor de sprint uiteraard. Van Hooijdonk is van voren te vinden. Rudy Dalens is er nog altijd. Calcatera rechts van de weg demareert. 1 minuut 10 de voorsprong van de 2 op de 4 man. 1 minuut 30 op het peloton. Calcatera is vertrokken. En met hem gaat mee Frans Maassen. Tweede poging van Maassen om wat af te knabbelen van zijn achterstand op Bauer. Eerder was hij dus weg met die groep van 20. Die maximaal 20 seconden voorsprong kreeg. Frans Maassen. Op die aankomstcircuitjes wegrijden, dat kan niet goed. Maar het peloton is niet van zinnen om nu nog mensen te laten wegrijden. Laven mocht nog. Toch zit er een gaatje. Daar heeft een derde man aangesloten. Dit is de kop. Die hebben dus 1-10 voorsprong, dat heb ik u gezegd. Kiroto, Josas. Dan vier man en dan de drie daarachter, die we net zagen. Deze vier dus op 1 minuut en 10. Nogmaals gezegd, Müller, Laven, Holm en Louvio. En daar komt de rest aan. We gaan een
kan het spannend worden. Hergroepering hier achter krijgen, denk ik. En dan blijft het een minuut met nog 8 kilometer te rijden. Lemond en Bauer vooraan. En Yates die naar de kop gaat. Samen met Johan Bruineel, de Belg. Patrick Robeet in het wiel van de wereldkampioen nu. Bauer al steeds attent. Want Maassen rijdt daar natuurlijk voor. En die heeft een achterstand van, zoals gezegd, 1 minuut en 16 seconden in het algemeen klassement. Vandaar dat Bauer waakzaam de ontwikkeling volgt. En ze blijven vooraan, die twee hoor. Het bord is langsgekomen. Met daarop geschreven de voorsprong. Lange vlucht van twee specialisten. Als het redden er aan de streep, hebben ze 82 kilometer in de aanval gereden. Müller, Holm, Louviot. En daarvoor is Ries weggesprongen, is Lavin weggesprongen. Lavin. Pardon. Lavin dus op zoek nu naar de twee koplopers. Opvallend dat niemand goede benen genoeg had om hier achteraan te gaan. Dus, twee man, één man, drie man. Minuten en 20 seconden achterstand in het algemeen klassement. Zoals gezegd, het zijn geen gevaarlijke mannen, met uitzondering van Frans Maassen. Dat is de enige die van alle renners die nu vooruit rijden, Bauer kan bedreigen. Wind waait licht tegen. De fontein is er nog altijd. En de streep nader. Lavin ook. 14 seconden, 14,5 seconden. Ja, je ziet daar het gezelschap rijden. Dat geeft natuurlijk extra moed. Kijk maar. Daarvoor in het zicht rijden de twee. Sozas en zijn metgezel Girotto. Dat kan nog leuk worden. Ja, het zou toch wat zijn als die Lavin aankomt en zegt poef. Ja. En kijk eens hoe snel hij nadert. De twee in discussie. Ja. Maar ze moeten niet te lang discussiëren. Sozas heeft nu gezien dat Lavin eraan komt. Opwinding bij alle Fransen hier stijgt. Helaas vandaag geen Nederlanders in het voorfront. Sozas Girotto aan de leiding, Lavin in achtervolging, daarachter een groepje van 5 of 6 man en dan een peloton. Twee kilometer voor Lavin, de anderen zijn al iets verder. Haalt hij het of haalt hij het niet? Sozas rijdt nu goed door. Want die wil Lavin natuurlijk er niet bij hebben. Mooie poging wel van de Fransman en u heeft gezien hoe die het opbouwde. Daar met Louviot en Holm en Müller, de mannen die daar weer achter zitten. En daar komt het peloton. Nee, dat zijn weer drie andere mannen. Het groepje Maassen is dat. Dus Maassen van een paar seconden terugpakken. Jovi Müller, de Zwitser in Zwitserland. De twee koplopers. En zo wordt deze etappe toch nog op 1 kilometer van de streep heel aardig. Van Eind zit hem in de start. Kilometer nog voor de twee. Langs beroemde banken. En als u die banken herkent, kijkt u waarschijnlijk niet naar wielrennen. Lavin. 16 seconden. Lijkt wat stil te zijn gevallen.
Want de twee hebben hem zien aankomen en hebben nog wat extra's uit ergens hun reservoir geput. Hier het peloton. En de voorbereidingen voor de sprint beginnen. Het gaat om de etappe-overwinning. Na een lange vlucht zijn de Italiaan Giretto en de Spanjaard Chozas overgebleven. Laven achter in beeld. Ze blijven dicht bij elkaar. Het wordt een korte sprint. Chozas houdt in. Giretto gaat hem opvangen. Laven nadert. Giretto gaat staan. Op papier is hij de beste sprinter. Hij probeert het nog wel. De Italiaan wint de etappe. Zijn tweede in de Tour ooit. Chozas wordt tweede. Die kwam er niet meer aan. Laven wordt derde. 41 kilometer en 102 meter. Laven derde. En dan is het hol voor Luvio en Müller. Holm, Luvio, Müller. En dan komt Calcaterra met Kappers voor in het peloton. Die waren nog even losgereden. En hier komt dan een hele grote peloton afstunten met Museo aan de leiding. En dan komt het hele spel hier binnen met de gele trui aanwezig. Ja, nou, ere wie ere toekomt. Niets anders kan gezegd worden van Giretto en van Chozas. En Chozas had niet eens kans om maar daarnaast te komen. Absoluut niet. En nog even opgemerkt dat Frans Maassen 8 seconden terugpakt op de gele trui van Steve Bauer. Hij komt nu op 1 minuut 8. Hier nog een keer de sprint tussen de twee. En u ziet het. De Italiaan heeft zelfs nog ruimte om even te gaan zitten. De eerste 10 van de etappe van vandaag nog even op kaart. Giretto dus, Chozas, Laven, Holm de Deen op 19 seconden, Luvio, Müller de Zwitser die zo graag in Genève had willen winnen, de Fransman de Lyon, de Italiaan Calcaterra, de Deen Ries en de Duitse sprinter Kappes op de 10e plaats. Komen we bij het algemeen klassement. Bauer nog altijd in het geel, gevolgd door Pansek, Frans Maassen, Chiappucci, Alcala, hij is een favoriet voor de eindzege, Le Monde, Ampler de Oost-Duitser, Kelly de Ier, Winterberg de Zwitser en de Rus Ekimov uit de ploeg van Post. En dan nog een aantal favorieten met Erik Breukink, Indur Rijn, allemaal op meer dan 10 minuten. Bugno, Rooks, Criquelion, Delgado, Moltet al op 12,5, Roots de Ier. En als je de Fransman Bernard nog een favoriet kunt noemen, hij heeft al 21 minuten en 52 seconden achter. En van de 184 coureurs, Eddy Plankaert en KPO vielen vandaag uit, is Eddy Schuurer de laatste Nederlander. Hij staat op 44,40. De man in het geel heet nog altijd Steve Bauer. De 31-jarige Canadees heet de verrassing van de Ronde van Frankrijk van dit jaar te zijn. Verleden week zondag pakte hij de gele trui en niemand komt in zijn nabijheid. Of het moet de Fransman Pansek zijn. Hoe voelt de Canadees zich op dit moment? Tension builds up, a little bit of fatigue builds up, but I'm fortunate enough to have quite a comfortable lead and not too many riders to keep an eye on, you know. So I think it'd be a lot different if, you know, I had the yellow jersey only with 15 seconds on everyone. But since I have so much time, it's even a little more relaxed, but it's still tough, you know, that extra tension is difficult. You took it by surprise, you might say. Yeah, a little bit of pre-planning and a little bit of luck and both together, it happened for me. So I can't say it was completely luck because I really thought a breakaway like that was going to happen in the morning, and I was going for it. So, you know, it was part strategy as well. And now you said a little bit of fatigue. Where do you feel then? Well, I think everyone, as the race goes on, you know, if you're not getting a little more and more fatigued, then you're not racing the Tour de France. So, but I still feel. But is it demanding? So far, it hasn't. I mean, yesterday was the big test, and it's definitely a demanding race. Any time it's a time trial, but you know, I don't feel like, you know, I'm wringing out the power yet, and you know, it'll become demanding in 2 days when we hit the mountains, because that's when you have to give your maximum. And in your mind, how is that working? Psychologically, I feel good. I feel confident. I know I'm going to do my best,
And you know, I'll keep this jersey as long as I can. And if I lose it, it's to a stronger man, and that's all I can say. It's a nice color. It's a nice color, might as well keep it. Can you please show it a little bit more? Oh, well. get this down. Those zippers, huh? This is something. The leader of the Tour de France can't open his zipper. It's okay. We believe you. It's underneath there. Thanks. Okay. In het leger van 4000 volgers kom je ze iedere morgen wel weer tegen. Ex-coureurs, mannen van naam en faam, van toen. Ze krijgen een cadeau, zoals Raymond Poulidor, altijd met een glimlach. Wat doet hij? Hij is chauffeur, Jean Stablinski. Hij won ooit twee etappes achter elkaar en nu doet hij PR in de Ronde van Frankrijk. Jean-Pierre Danguillaume, 20 maal in de ronde aanwezig, als renner en nu PR. Je kan ook in de directie van de Ronde van Frankrijk komen. Bernard Hinault weet dat. Een stropdas, iedere dag. Bernard Thévenet schrijft een stukje voor een kleine krant. Niemand ziet hem meer. En Louis Ocaña werkt voor een radiostation als chauffeur. Jimmy Yanni, ja, die eet iedere dag. Wat hij doet, weet niemand. Eten, dat is in ieder geval zeker. En, ja, er moet ook een glas bij. Het meeste gaat erover, zei Wim Sonneveld ooit. Edgar Zorgeloos werkt voor de NOS. Jacques Michaud doet PR. Jonathan Boyer, PR. Ercole Baldini, eregast van de Ronde van Frankrijk. En zo zijn ze er allemaal, ook op deze merkwaardige camerawagen. Wie zit daar als chauffeur? Kijkt u even goed. Ook hij is er. Hallo Joop. In Futuroscoop kwamen 198 mannen aan het vertrek. Weet u wie nummer 166 is? Het is een Nederlander. Hij komt uit Katwijk aan de Rijn. Zijn naam? Martin Schalkers. Hij is van 5 april 1962. Hij is dus 28 jaar, heeft duidelijke wielerbenen en is bescheiden. Hij rijdt in de ploeg van Kees Priem. En ik zeg, hij is bescheiden, want hij wacht duidelijk op zijn beurt. Dan mag hij tekenen. Zijn rol in de Tour de France, daar gaan we het over hebben. Martin Schalkers, zijn eerste ronde. Dit is mijn eerste ronde, ja. Nou, mijn eerste ronde niet helemaal. Ik heb wel 3 rondes van Italië gereden, dus. Maar dit is wat anders? Dit is wel wat anders, ja. Hier je wordt toch veel nerveuzer gereden. Als het peloton stilvalt, dan is het nog dringen voor je plekje. Dringen om voorin te komen. Echt, ze rijden helemaal als één blok. En het is heel moeilijk om naar voren te komen. Ja, en als het hard gaat, dan gaat het ook echt hard. Hoe ben je aan het fietsen gekomen? Hoe ben ik aan het fietsen gekomen? Nou, ik ben eerst wat gaan trimmen en dat soort met fiets en met vrienden. En ja, zo heel langzamerhand ben ik dan bij een club gekomen. En als amateur, hoe goed was je? Ja, redelijk. Redelijk amateur. Ik was eigenlijk geen hoogvlieger, nee. Maar ik had wel wat in rondes eigenlijk wel redelijk goed gepresteerd altijd. Toen dacht je, kom ik wel maar prof? Nou ja, ze hebben me gevraagd. Dus. En ik heb gedacht, nou, die kans moet ik pakken. Ik moet gewoon proberen. Wat was je anders geworden? Wat had je anders op dit moment gedaan als je geen wielrenner was? Aanhangwagen bouwen, werktuig bouwen. Dat is je vak? Dat is mijn vak, ja. En dat ga je ooit weer oppakken als je stopt? Dat weet ik niet. Dat bekijk ik allemaal nog. Daar heb ik nog niet zoveel over nagedacht. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk wielrenner te zijn. En dat andere is misschien van later zorg. Goed knechten zijn heet dat ook, hè? Ja, nu vooral goed knechten zijn. Ja, de grote rondes vooral, ja. Is het vervelend? Nou, nee, ik vind het niet vervelend. Nee, helemaal niet. Kijk, die mannen die zijn gewoon beter en dat weet je.